haar is in de portemonnee. Waarom is het al het rof, mama dan? Voor wat ben je dat gaan doen, Titi? Tot mama 2-3 jaar geleden dus geopereerd is. Ja. En toen kon ze niet meer midden in een optocht. Hè. En ik vond het natuurlijk zin om dat voorbij te laten gaan. Hè. Want het is een traditie. Die zie je dus zeg maar 32 jaar iets gedaan. En ik heb zo gezegd, nou dat mag dus echt voor mijn streek niet verloren gewoon. En ik heb gezegd of gevraagd en aan of aan. Vindt ze dat gewoon dat zich dat gewoon doen? Mijn jouw kind, dat vond ze natuurlijk prachtig. En wat is eigenlijk vrouw Vergevee? Dat is een figuur uit de prozawerken van Fons Otterdissen. De prozawerken van Fons Otterdissen die waren haar uitgegeven in 1976. En toen wordt mij gevraagd of ik uit dat boek ga voorlezen. En toen ben ik dus voor Vergevee geworden. Want dan was dus een pekje aan wat schet uit een oude tijd. Dit is een echte Calvari-scholk. Die is meer 90 jaar oud, zeker wel. Op Calvari vroeger drogen die? De Alukes op Calvari, die kregen ze een scholk vroeger. Toen ben ik ook maar zo, op dat idee ben ik maar weer gegaan en heb ik dus maar in de optocht en nu vooral zo met die Vergevee pak gelopen. Goos, welk jaar zit je begonnen met het schrijven van liedjes? 48, ja, 49 ben ik begonnen met liedjes. Met vastenavondsliedjes. Op partijen en dingetjes schreef ik altijd liedjes mee. Want in 46 en 47 was geloof ik nog geen wedstrijd geweest. Ja, ja. Maar daarna zijn die wedstrijden begonnen. Maar ja, er waren niet zo massaal inzendingen. Hè. Er waren misschien 9 en later waren het als misschien 14. Hè. We hadden niet zoveel keus. Maar later zien we dat als wie vuil nu, seconds. Die zijn bij de 100 dat ze inschikken. Ja, nu gaan ze selecteren natuurlijk. En dan hadden ze een stuk of 10 droeg en die worden dan teruggedragen. Aan het volk, hè? Aan het volk, ja. En hoe komt dat vandaan, dat Geer die liedjes heeft gaan schrijven? Ach god, dat komt van mijn papa. Mijn papa zaliger, ja. Die schreef liedjes en die tekenen en die gingen met een troep trombeet. En hier speelden op een monnikerken, haar kost geen muziek. Maar hij speelde wel op alles. Gasten een verschiet en glazen en naaiden op muziek. Ja, het kost geen noten lezen. Het kost geen noten lezen, maar muziek maken kost er wel, ja. Haar is in de portemonnee. Waarom is het al het plat? Het wal of heen met carnaval. Het loopt er binnen hand. Zie kinderen worden niet content. Ze hadden zo'n speed. Ze zaten zonder schiefontzend en zongen mij altijd. Boeven wist niet, niet de miljonair geworden. Boeven wist niet, dat ambacht niet geleerd. Boeven wist niet geen miljonair geworden, want dat zijn dan liedjes die niet de prijs hebben gehaald. Nee, nee. En er was nog een leuk liedje van meneer Den Deender, dat vond ik zelf ook een heel goed liedje. Meneer Den Deender, let me toch eens even op een redelijke steek, wat zien we goed? Het scheer hem zit en kindje hangt de rek van mille wieken, die net zo gek. Dat ging ook helemaal over vastelavond. Maar toen trokken de lui nog met lakens en kustekens en gemaskeerd of met een gordijn voor. Dat was gans anders is nu. Hè. Ja. Nu zien ze geschminkt en uitgedost. Maar toen waren nog echt iedereen ouderwets gekleed. En met vaste loven trok de wie met andere hoed. Verkleed met de benaken op een rammel en een toet. Met al de ambosbruk had Louis het hem gesmeerd. Het is gans anders, dat is niet te vergelijken. Voor u is het toch gans anders. En dan waren in Maastricht, in de grote stad, kleine stad, zo naar de Bruggenbond, daar waren 7 cafés. En daar speelde overal levend muziek. 3 maanden of 2 maanden, een accordeon of in een piano. En dan
Dan gingen veel in en hoed overal en zingen tieren. En... Meneer den Dender, mille wieke ben ik wit, meneer den Dender. Ik zoek hem al de hele tijd, ik loop de kaffees in en uit. Blozen tieren op mijn... Ja, Jeannette, uw kinderen die waren toen, ja, of de 18, denk ik. En die wilden allemaal naar het ballet. Mijn dochter woont naar het ballet. Mijn vriendin en neef Jeannette. Jeannette, Jeannette, kom dans nog eens ballet. Die, haar dochter, in haar leeftijd, ook naar het ballet. Iedereen woont naar het ballet, kinderen. En ja, dat kwam ze goed. Veel noemen haar nu Netteke. Maar ze hadden toen ook Jeannette. En, nu nog wel genet. En dat belet, want dat ging je school. En dan gewoon verstrijden achter in een rij, loed het friet of op. Hè. Gedaan het friet of op, in een rij, loed. Ja, dat viel toch zo in. Dat moest je niet durven gewoon praktiseren, want dan gaat dat niet. Dat zien gewoon ja, wat in de gok komt. Met de vaste lopen springt ze verop naar haar. Voor alle harmonieën op achter een fanfare. En iedereen zegt met dit schoen compleet. Jeannette.